Allemaal op de film. Kom uit je huis en laat je zien. Dat was de boodschap van Johan Adolfs uit Enschede aan deze bewoners uit Oud-Vossemeer. Het is 20 juli 1962 als we rondtrekken door dit Tolse dorp. Johan Adolfs filmt die dag alles en iedereen en zal dat najaar hier terugkomen om zijn product aan het volk te tonen. Tegen betaling kunnen ze hem zien en een deel van de opbrengst is bestemd voor OVM, de Oud-Vossemeers Muziekvereniging. Marien Meneere, de man van het vaandel. Het is dan wel 20 juli, maar helaas weinig zomerse beelden. Plassen in de goten als we de jeugd in de Molenstraat treffen. Tussen de buien door de mannen op de Praathoek. De Achterstraat, waar we een kijkje gaan nemen in de winkel van Arjan Deurlo. Hij heeft een zaak in huishoudelijke artikelen en gereedschappen. Je kunt bij hem terecht voor de meest uiteenlopende zaken. En dat moet ook wel in een dorp. In de wijde omgeving is er dan nog geen supermarkt of bouwmarkt te bekennen. Rechts Arjan Deurlo. Zo'n co laat zien dat ze ook spullen voor de tuin verkopen. Bij de deur Anna Deurlo Polly, de vrouw van de eigenaar. Verder door de Achterstraat. Links Gaston Lecluze, de kleermaker en Dingenes Lindhout, schilder. In 1962 telt het dorp 37 winkels en 2100 inwoners. Nelly de Wilde prijst een fiets aan. Ludo Madreel is de klant. Bij de Wilde kun je eveneens terecht voor huishoudelijke apparaten. Een tv-toestel, dan nog uitsluitend zwart-wit met hooguit twee zenders. In dezelfde Achterstraat de textiel- en manufacturenzaak van Polly. Hier kun je terecht voor een overal. Corrie Polly probeert een stuk textiel te slijten aan Anna Plantsoen. Winkelmeisje Marietje van Gorzel verleidt Arjan van der Maas tot de aanschaf van een hoed. Baas Johannes Polly bekijkt het tafereel. Hij laat Thijs van Dalen een colbertje passen. Dat hebben dan de meeste jongens. De Schoolstraat. Sientje de Wilde, die zich druk maakt over het regenwater in de straatgoot. De openbare lagere school. Een ezelsbruggetje om te onthouden wie er altijd voorrang hebben. De B staat voor BB-kolonne. Leen Nelis is van de Rijkspolitie en geeft hier wekelijks verkeersles. Zijn uniform wekt ontzag. De leerstof wordt dan ook gulzig opgenomen. Het zijn de leerlingen van meester Nico van der Houten. Hij heeft nu even niks om handen. De kinderen van de klassen 5 en 6 zijn er niet bij. Die hebben vandaag vrij, want hun meester Co Vroege moet die dag examen doen voor zijn hoofdakte. De Hofstraat. Op zijn fiets nadert Toon Goudswaard. Hij is gemeentewerkman. Hier vinden we de school met de Bijbel. Meester Kegge achter zijn lessenaar. Hij is het hoofd der school. Maddy Duinen, André Arnoudsen en Rienes Jeroensen. Een gymlokaal hebben ze niet in hun gebouw. En daarvoor moet er even gewandeld worden. Onderwijzer is Ben Rutte. Hij lag in de kost bij Sientje de Wilde. De eerste klas. Voor Tony van Poortvliet is het dan een bijzonder schooljaar. Ze krijgt les van haar oudere zus, Jo. Die is dan pas onderwijzeres. Als we de school uitgaan, passeert Jaantje Arnoudsen en trekken we naar de Koentjesweg. Daar is het bedrijf van Hommel gevestigd. In de royale werkplaats is Arjan van der Jacht aan het werk. Lisa Hommel. Bij dit bedrijf kun je terecht als je je land wilt draineren. Rechts Frans Hommel, de eigenaar van het bedrijf. Daar komt zijn zoon Kees Hommel. Verder de Koentjesweg op. Het huis van burgemeester Versluis, die zullen we niet zien, die is dan op vakantie. Wel zien we Adriana Jobsen, maar die wil niet. Zij loopt in Tolse dracht. De Veerstraat. Jaap Arnoudsen. Voorop Anneke Rijstebil, dochter van de eigenaar van het café aan de haven. Lena Havermans. Haar man is overzetter van het veer tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer. Midden in beeld zien we de pont aan de overkant. Terug naar het centrum.
In de Raadhuisstraat zien we Nel van der Zanden. Het is de winkel van Jaap Vos. Leen Vos de Groen vertelt over de nieuwste aanwinsten. De werkplaats met Rien Vos. Rechts eigenaar Jaap Vos met Han Arnoudsen bij het vuur. Het bedrijf is veelzijdig. Voor de werkplaats de Trevalje. Aan de gevel ernaast het opvallende smidsklokje. Een uniek stukje handwerk uit de 18e eeuw. Aan de rand van het dorp de Patrijzenweg. De houten palen in de berm dragen de elektriciteitsdraden. Piet Verhees is hier aardappelhandelaar. Op zijn land een ploeg aardappelrapers. Mannen die hun vak verstaan en in de omtrek bekend staan als de Gouden Ploeg. In de buurt van Oud-Vossemeer ligt het gehucht Botshoofd. Daar woont Piet van der Zanden. Het is inmiddels droog en de beelden worden zomers. Riet Plasmans met haar dochter Mayo. Joke Plasmans. Ria Verhees. Links Toos Bogaert en Annie van der Zanden. Arjaan Bogaert. Allemaal inwoners van Botshoofd. Terwille van de filmopname komen die dag allerlei verenigingen bij elkaar. De leden van de duivenvereniging De Zwaluw. Jan Tolenaar is vooraanstaand lid. Hij heeft een landelijke naam als duivenmelker. Pietje van der Houten is van de Ringen. Haar man Nico van der Houten doet de administratie. Hij is onderwijzer. Net zoals Leen de Heer. Hij werkt in Tolen. De Ruitenvereniging, met in hun midden een spraakmakend lid. In de jaren 60 is die in heel Zeeland bekend. Marien Geuze met zijn viervoeter Pol. Ja, zo komt iedereen in beeld. Gewoon en bijzonder. Iedereen gefilmd om de kast te spekken van OVM. De muziekvereniging die tot op de dag van vandaag de sterren van de hemel speelt.